Ik heb de sleutel. Ik vind dat ik wel een beloning verdien. Hoera, hij is open. Sam, het is je gelukt. Snel, laten we gaan voordat ze terugkomen. Oké, laten we gaan. Snoepjes troepen! We kunnen ons maar beter verstoppen. Ik moet zo snel mogelijk naar de voedselpyramide toe. Ik word verwacht op het vredescongres samen met de andere afgevaardigden. Ontzettend bedankt voor het bevrijden, Sam. Je bent een echte held. Ik zie je nog wel. Goh. Die troepen zullen me wel met rust laten. Ik behoor tenslotte niet tot een van de voedselgroepen. Maar ik neem geen enkel risico. Ik vond het niet leuk in de gevangenis. Daar wil ik niet meer heen. Ik hoop dat ik nooit meer in de gevangenis kom. Ik ga daar niet naartoe met al die soldaten in de buurt. Hier is nog een spaarpunt. Wauw, wat een gaaf gebouw. De generaal D. Hoi, wortel. Sam! Jongen, wat ben ik blij. Nog een spaarpunt. Oh, nog één ding. Oh, yeah.
is een kaart van het voedseleiland. Natuurlijk is dat zo, soldaat. Het zou anders niet echt nuttig zijn. Ik denk het niet. Wat is dat daar? De vijand! Mooie kaart. Ja. Wat zijn die kleine driehoekjes? Dat is het derde achter... Wat is dat daar? Ik heb geen idee. Wat zijn die vierkante dingen? Dat zijn alleen wat blokken waar ik mee aan het spelen was. Ik zou ze op moeten ruimen, maar ik heb het nog wel druk. Wat zijn die kleine blauwe dingen? Dat zijn... Ik ben het vergeten. Wat zijn die groene, puntige dingen? Asperges harpoendivisie, jongen. Wat zijn die kleine driehoekjes? Dat is het derde, achterste, vooruitziende batterijenbataljon. Wat is dat daar? Hoi, ik ben Sam. U bent de bibliothecaresse, hè? Ja, dat klopt. Waarom huilt u? Kan ik u helpen? Oh, nee, bedankt. Het is dit... dit boek dat ik aan het lezen ben. Het is erg aangrijpend. Welk boek bent u aan het lezen? Is het een van de klassiekers? Oh, nou, een beetje begrijp je. Het is... Oké, het is niet een van de klassiekers. Het heet Passie in Polare. Ik heb het bij de supermarkt gekocht. Tevreden? Natuurlijk, daar is toch niets mis mee? Denk je echt? Natuurlijk. Vertel het maar niet verder. Wij bibliothecaressen hebben een reputatie op te houden. Oké, het blijft geheim. Bedankt. Wat gebeurt er in uw boek? Het verhaal gaat over drie jonge vrouwen die verliefd worden op staalwerkers in het discotijdperk. Dat klinkt nogal sentimenteel. Oh, is dat zo? Komt er een achtervolging in voor? In feite wel, ja. Lisa moet Rob achterna om te voorkomen dat hij terugvliegt naar Cairo, waar hij in het geheim een prins is. Dat klinkt niet slecht. Wat gebeurt er nog meer in uw boek? Meneer Terveen is van plan de staalfabriek te sluiten. Wat verschrikkelijk zou zijn. Omdat Laurent dan ver weg van Fenty moet verhuizen. Gelukkig krijgt meneer Terveen een afschuwelijke uitslag. En moet hiervoor naar Antwerpen. Wat gebeurt er in dit hoofdstuk? Tim en Tom, dat is een tweeling, belanden per ongeluk tegelijkertijd in hetzelfde restaurant. En Ellen heeft niet in de gaten dat ze met z'n tweeën zijn. Het is best tragisch.